Ja, Caroline, zeker weten. Ik belde jou inderdaad en je was ongetwijfeld druk. Ik kwam jouw profiel kwam ik tegen, Caroline, op mijn juist. En nou ja, dan doe ik een beetje mijn huiswerk. Dan ga ik eens even kijken wie is Caroline, wat doet Caroline, hè? Wat post Caroline? En ik moet je zeggen, ik ben onder de indruk. Ja, alles klopt, alles. Je website heb. Ja, dus je bent de real deal, om het zo maar te zeggen. En dan pak ik gewoon de telefoon en dan denk ik, hey, Caroline, moet ik even spreken? Ja, mag ik uitleggen waarom ik de moeite heb genomen? Caroline, mijn bedrijf, Winstgarantie, is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers op no-queue, no-pay basis. En mijn vraag aan jou is, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe opdrachten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Dat klinkt goed. Kijk, dat klinkt goed en ik maak eventjes een notitie. Niet nu hoor, want nu heb ik ook geen tijd. Maar jouw tijd is kostbaar, de mijne ook. En wat ik wil doen is, Caroline, om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk opdrachten, cliënten, klanten, kopers kunt krijgen als je maar aan kan voor maar 3% van je omzet. En dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. Ontzettend belangrijk. Mijn volgende vraag is: wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Hoe zit jij? Laat me eens even kijken hoor. Vrijdag. Even denken hoor. Hoe zit jij? 10 uur? Half 11? Perfect. Vrijdag. 10:30. Je hebt je agenda bij. Ik wil je vragen: maak een notitie bij onze afspraak. Meer verkoop, meer omzet, meer winst, minder kosten. Want dat zal de waarde zijn die ik vrijdag met jou ga delen en jou laten zien. En wat ik ga doen, Caroline, ik ga jouw aanvullende informatie inmailen in de loop van de dag. Voor 8 uur vanavond, inclusief onze afspraakbevestiging. Dan kun je ze vast een beetje doornemen. En dan gaan we vrijdag duiken wij wat dieper in de materie. En dan gaan wij kijken hoe wij gezamenlijk win-win-win kunnen creëren en daar beter van worden. Ja? Correct, maar er is ook zo verschrikkelijk veel te doen in jouw vakgebied. Er is meer werk nu dan dat je aan zou kunnen. En dan is mijn taak om de juiste professionals te helpen op op de juiste weg te zetten. Juist. Daar gaan we vrijdag uitgebreid over praten en ik ga je alles laten zien, zodat jij zelf een intelligente keuze kunt maken. Ja. Goed zo, Caroline. Ik kijk er naar. Ja, zeker. Ik kijk er naar uit om je beter te leren kennen. Ik wil je alvast bedanken voor je vertrouwen en je kostbare tijd en ik spreek je vrijdag. Gaan we doen. Fijne dag, hè? Yo, doei doei.